Ik denk dat je altijd dat haar wilt hebben wat je niet hebt. Ik ben van mezelf een beetje zo niksig donkerblond. Dus ik blondeer het eigenlijk al vanaf mijn 16e, denk ik, of zo. Toen ben ik begonnen met blond spray. Dat kon je kopen. Dat was heel goedkoop spul. Het stonk gigantisch, dat spootje op je hoofd. Heel slecht. Natuurlijk gewoon pure waterstofperoxide wat je erop smeerde. En nu ben ik dus het bokje, want ik moet minimaal één keer per maand moet ik het bijwerken. Want anders heb ik hier zo'n gezellige ontsluiting op mijn hoofd van een paar centimeter. Ik denk dat je altijd dat haar wilt hebben wat je niet hebt. Ik vind dat haar van Gilda van der Bijl, de andere hoofdredactrice van de Linda, dat vind ik echt het ultieme haar. Die heeft dit. Blond, lang, krullen, vol. Altijd dat volume, zit altijd goed. En ik denk eigenlijk niet dat zij van mijn haar droomt. Dat geloof ik helemaal niet. Pieter Roodhorst, al sinds ik 25 ben of zo, 24, doet hij altijd mijn haar. Dat is de beste van heel Nederland. Mag ik nou wel eens zeggen, Piet, hij zit daar. Maakt ook ongelooflijk mooie haarwerk, zoals dit. Ik bedoel echt, dit is toch onwijs mooi haar. Eigenlijk alle covers van de Linda worden door Pieter gedaan. En de ene keer is het 60s en dan is het dit. En dan heb ik een donkere boblijn. Of het zijn allemaal pruiken en stukken van Pieter. Ja, daar kreeg ik zoveel reacties op die cover van Claire Underwood. Iedereen zei, joh, dat staat je zo goed, je moet je haar verknippen. Ja, maar jongens, dat is dus zo'n pruik van Pieter met zulk dik haar. En dat heeft hij dan helemaal gefeund en gedaan. Ja, dan staat het geweldig. Maar als ik mijn eigen haar afknip en dat doe, nou, dan lijkt het echt niet op dat kapsel van Claire Underwood. En dan denk ik ook een klein relatieprobleempje heb, want mijn vriend houdt van lang haar. Ja, je moet concessies doen in het leven, hè.